daar ben ik weer. Domme, hou nou eens op met dat geknal! Oké, nu ben ik er klaar mee. Nu wil ik gewoon mijn pakketje. 1 en 2. Yes! Hoi. En tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik word steeds beter in jong leren. Zo kan ik niet alleen met jong leerballen jong leren, maar ook met paaseieren. En nu kan ik niet alleen met paaseieren jong leren, maar ook met kleine paaseieren. En nu kan ik niet alleen met kleine paaseieren jong leren, maar ik hoop dat dit goed gaat, anders krijg ik op mijn dak van D. Ik krijg op mijn dak van D. Ik doe gewoon alsof niks is gebeurd. Zo, een tijdje geleden was ik in een winkel en toen kwam ik in een diepvriesvak tosties tegen. Dat ik bij mezelf dacht van, hè, wat doen kant-en-klare tosties nou eigenlijk in de vriezer? Maar toen dacht ik van ja, waarom ook eigenlijk niet? Je kan als je wil gewoon van alles in de vrieskast stoppen. Dus laat ik even proberen om deze tosties klaar te maken. En nu dacht ik van, ja, net zoals pizza of pizza broodjes of andere soorten snelle ovenmaaltijden, moet ik dit ook in de oven doen. Maar helaas niet, dus dat is een beetje een tegenvaller. Maar ik moet het in een koekpan doen. Dit ziet er toch niet uit als een tosti? Dit, mensen, dit zie je op het plaatje. En wat is het in werkelijkheid? Gewoon brood! Ik dacht, het ziet er al gewoon zo super nice uit. Dus ik dacht, ik ga het een keer proberen, maar oh my god. Ik wist dat ik niet kon koken, maar een tosti bakken? Meen je dit nou? How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere. Dit kan gewoon niet. Dit is echt verschrikkelijk. Dit moet gewoon anders. Kom op Enzo, je kan toch gewoon tosti bakken? Oké, 1, 2. Beter dan dit kan ik niet. Het ziet er op zich prima uit. Nog even wat ketchup erbij. En dan het allerbelangrijkste is, smaakt het ook een beetje? Nee, het valt echt heel erg tegen. Ik maak zelf een tosti binnen 5 minuten. Gewoon zelf eigen brood kopen, kaas, ham, in een tostiapparaat. Echt een superskeer goedkoop tostiapparaat. En dat is echt goddelijk met een beetje ketchup. En dit, ik ben hier 20 minuten mee bezig geweest. En hij smaakt echt niet lekker. Ik ga hem wel opeten, want ik heb gewoon heel veel trek. En ik heb geen zin om wat nieuws te maken. Maar het is geen aanrader. Ik heb trouwens een leuk verhaaltje voor jullie. En het gaat om dit soort, ja, spuitbussen kan je het eigenlijk wel noemen. Ooit had ik les, in Den Haag was dat. En toen kreeg ik les van iemand en die gaf schilderen. En nu was er iemand in de klas en die had moeite met het laatste beetje uit de fles te krijgen. Dus toen zei de docent van, iedereen even je aandacht. En toen ging die uitleggen van, mocht er iemand van jullie zijn die een verfbus heeft en daarin nog heel weinig in zit, hou je bus dan aan de achterkant vast en doe dan dit. Want dan ga je alles wat in de bus zit naar onder smijten. En dan kan je daarna het laatste beetje eruit spuiten. En toen pakte hij, dat is echt gebeurd hè dit. Toen pakte hij die fles vast. En toen deed hij zo. En toen deed hij 1, 2. En toen deed hij zo. En dat hoort te werken. Als de dop er goed op blijft zitten, hoort hij dat als je dit doet, dan gaat al dat ketchup gaat zeg maar naar beneden toe. Maar bij hem ging dat niet helemaal goed. Want toen hij dit deed, toen echt een hele lijn met verf over de hele vloer heen. En iedereen die ging helemaal kapot. En dat is logisch, want je verwacht gewoon dat je een goede tip krijgt. En dan denk je, flatsee! Hey! Oh, dat was echt hilarisch. This is the story of a young girl named Alice. Who lived in a pretty neighborhood near a big park. Alice had an older sister. De bel gaat. Snel naar de bel. Hallo? Een pakketje. Super gaaf, maar
Wel een beetje raar dat er geen bezorger meer is. Ik snap het niet. Kom, we gaan snel naar binnen. Yes! Ik hou van pakketjes. Snij altijd van je af. En zorg dat er dan ook niemand daar staat. Dat is ook wel handig. Is het een prank of zo? Ik ken een trucje, moet je opletten. Elke keer als er een knal afgaat, dan zit ik ergens anders. 1, 2. Wow! Wow, dat doen we nog een keer! Het is niet te geloven! Oh my god! Zo, daar ben ik weer. Domme, hou nou eens op met dat geknal! Oké, nu ben ik er klaar mee. Nu wil ik gewoon mijn pakketje. 1, 2. Yes! Ik heb geen idee hoe dit werkt. Maar ik weet wel wat het is. Hoe die verdomme... Altijd die riggeltjes waar je dan met je vingers tussen moet. Tenzij je deze hebt. Zo. Oh. Het is een koffer met geld. Oh, koffer met geld! Ah, dag niet. Allemaal boekjes, allemaal weg, zo. Wat hebben we hier, dames en heren? Holy shit. Oké, ik heb toch die boekjes nodig, want anders ga ik hier nooit uitkomen. Als het goed is, kan ik hier mijn camera tussen doen. En dan kan ik op een hele epische manier, kan ik zo filmen. En dan kan ik hier op een knopje drukken om naar verschillende modussen te gaan. Maar hoe dat nog allemaal werkt, ik heb geen flauw idee. Het ziet er nu echt uit als een heel vreemd apparaat. Oh kijk, het draait rond. Hey. Maar goed, daarvoor heb ik dus echt even die boekjes nodig. De camera, die is bevestigd. En volgens mij weet ik hoe het werkt. Het zijn niet de mooiste beelden die je nu ziet op deze camera. Maar als ik dit apparaat ga aanzetten, dan... Ja! Hoppakee! Dit is perfect. Dit is dus een stabilizer. En die zorgt ervoor dat hoe je de camera ook beweegt, dat die heel erg mooi recht blijft. En als het goed is, als ik hier op een knopje druk, kan ik ook heel mooi, smooth met deze camera zo naar rechts. Kijk eens eventjes. En dan krijg je super mooie shots. Dan kan ik weer naar links. Hopsakee. Oh, en nu ga ik een beetje naar boven ook. Ik moet nog een beetje oefenen met het apparaat. Maar je kan heel erg mooi met deze zo rechts en naar links gaan. En dan blijft die gewoon in het midden. Het ziet er zo ontzettend satisfying uit. Dit kan je zo de hele tijd heen en weer doen zonder dat die ook maar out of position gaat. En zo kan ik hele mooie shots maken van ergens helemaal beneden. En dan kan ik zo helemaal vanaf beneden, kan ik zo omhoog gaan. Zoom. En dan heeft hij gewoon een super episch shot gemaakt. Dus dit is gewoon een hulpmiddel wat ervoor kan zorgen dat je gewoon wat epische shots kan maken. Ik zal wel even een paar voorbeelden geven. Zeker weten niet gebruiken voor het vloggen, maar ik ga het wel gebruiken om mijn kwaliteit wat te verbeteren. Dus als ik ooit bijvoorbeeld op een evenement ben waar super zieke auto's zijn, dan kan ik gewoon hele mooie shots maken. Of als ik ooit een keertje in de boot zit en de boot gaat helemaal heen en weer en ik wil gewoon mooie rechte beelden, dan kan ik deze meenemen die gewoon de beelden gewoon heerlijk lekker recht houden. Dus het is zeker een aanwinst voor mij. Ik moet nog veel leren met hoe ik precies met het apparaat om moet gaan. Maar daar ga ik vast uitkomen. Ik ben in ieder geval blij. Wow, dit geeft zo'n gaar effect. Waar komt die kleur blauw vandaan? Dit is hier geen eens blauw. Misschien je lens. Lens van wat? Ja, die cameralens is misschien van zichzelf blauw licht ofzo. Ja, ik heb geen idee, maar hij geeft af en toe... Kijk, hij geeft blauw. Wow. Oké, ziet er heel cool uit. In ieder geval, ik... Doe even mijn vest verder aan. Geef die maar weer aan mij.
Maar mijn haar zit niet mooi. Nou, dat is beter. Zo zit hij beter, ja. Stoel lekker naar achteren toe. Even lekker chillen hoor. Stoelvorming staat ook aan. Deetje wilde graag nog even wat boodschappen doen. En die wilde graag dat ik haar zou brengen. Nou, helemaal prima. En dan ga ik even lekker in de auto Netflix en chill. De serie die ik volgde, 100, die is zo ontzettend spannend nu. Ik ben bij seizoen 2, aflevering 13. En het gaat er ruig aan toe! En dit soort series kan ik eigenlijk niet met D kijken, omdat ze het niet leuk vindt. Dus ja, het zou wel kunnen, maar ze vindt het gewoon niet leuk. En dat is precies hetzelfde wat Milan heeft. Milan die kan dit ook niet delen met Jill, want Jill vindt zulke series ook niet leuk. Tenminste, dat heeft Milan aan mij verteld. Dus nu zitten Milan en ik hem allebei gewoon alleen te kijken en te volgen. En dan zitten we elkaar de hele tijd zo te spreken van wow, dit was sick, wow, dat is echt vet man. Oh yeah. Je ziet het alweer. Greenscreen hier achter mij naar beneden. Met maar één reden. En dat is, ik heb opnames gehad. En ze gingen supergoed. Dus ik ga met een heerlijk gevoel naar bed. Hopelijk hebben jullie nog een ontzettend toffe dag. Ik zou zeggen, heb je enorm genoten. Vergeet dan niet even een groen duimpje omhoog. Groen duimpje omhoog. Dat is lang geleden. Op YouTube. En sommigen zullen denk ik geen eens weten. Maar op YouTube had je eerst altijd groene duimpjes omhoog. En toen in één keer werd het blauw en toen was iedereen helemaal de weg kwijt. En de wereld, YouTube-wereld, stond op zijn kop van nee, ze hebben gewoon van groen blauwe duimpjes gemaakt. Maar nu is het gewoon weer normaal. Dus ik zou zeggen, doe een blauw duimpje of groene, wat jij wil, omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik jullie hopelijk morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette...